Hallo mensen en welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van Let's Play Skyrim, best speelt de wereld. En hadden we stond een beetje terug bij in onze personal space, weet je wel. Dus ik heb even gezegd dat hij op moest stiften en ik duw even dit ding weg. Zo denk ik over jouw car. Kijk, oké, we moeten dus sneaken langs de beer, want ik heb niet echt heel veel zin om met die beer te vechten. Want die beer is best wel sterk voor oh god. Nee, ik ben er niet hoor. Ik ben er niet. Ik ben er niet hoor. Ik ben er niet. That was close. Ah, die beer heeft ze niet gezien joh. Mallert. Gekke beer. Beer had zoiets van, hey, wie is dat? Nee, is niemand hoor, niemand hoor. Was ik niet joh. Daar was ik niet. This looks like the way out. I was starting to wonder if we'd ever make it. Zo, hé, dat duurde wel eventjes. Naar Skyrim. Maar ik dacht al Skyrim. Oh ja, dat is ook zo leuk om te doen. Oh. Vrijheid, neukje. Oh god. Zo is die draak, daar is die draak. Looks like he's gone for good this time. But I don't think we should stick around to see if he comes. Ja, dat lijkt me ook niet een heel goed idee. Closest town from here is Riverwood. My uncle's the blacksmith there. I'm sure he'd help you out. Oké, ze moeten even naar de blacksmith erop. Ah, dat is niet zo. Alleen maar even gelet maar de... Oké, wacht. Het eerste wat ik nu wil doen is kijken hoe je moet rennen. Ja, toch. Oh, sprint is alt. Oh, dat staat nergens op. Run is shift. Waarom? Toggle always run. Remove favorites, quick load. Oh, dus dat is F9. Oh, dat is best handig, want F9 is ook mijn... hoe heet het? Mijn opnemen knopje van Fraps. Dus dan load hij meteen mijn save en dan... Hoe heet het? Dan neemt hij ook meteen op. Ja, quick magic, quick set, quick map. Ja, boeien. Ik dus... Wacht, als ik caps lock inhoud, dan ga ik... Hoe is dit rennen? Ik ben de motor. Ook al loop ik maar, dat maakt er helemaal niks uit. Ik ben gewoon een hele coole motor. Hoe is het vermoeid hoor? Fuck jou, Fox. Oh, nu is het dood. Krijg ik nu ook nog money of zo? Oh wow, values 5. Dat is echt niks volgens mij. Dat is een wol, dat is een hond. Who's a good boy? Who's a good boy? Who's a good... Wat? Ik weet niet wat ik verwachtte. Stond praat met hond. Lol. Fuck jou, konijn. Ook listen haas. Oeh. 2 points of health. Ja, dat neem ik graag van je aan. Konijn, als jij erop staat. Ik bedoel, ik wilde het niet doen, maar oké. Ja, gaat goed. Gaat perfect. Ook nog natuurlijk even rennen of zo. Oh god. Nee, shift. Shift, dan val je niet, weet je wel. Net als een Minecraft. Gewoon easy does it. Oh, nee. Nee, let er maar even niet. Oh, nee, shift. Shift, gewoon slow motion lijkt het wel, jongen. Gewoon even lekker rennen. Even lekker stukje rennen. Oké, daar is als het goed is Riverwood. En zeg maar, het enige wat ik heb geleerd, of wat ik nog onthoud van mijn eerste keer Skyrim spelen, nog op de PS3 dus, is dat je de kipje niet moet vermoorden. Dat is alles wat ik heb geleerd, meer niet eigenlijk. De rest ben ik gewoon allemaal vergeten. Kijk, daar is Helgen is een beetje dood, en Riverwood, en Whiterun, en Windhelm. Oh, Solitude weet ik nog een keer geweest, Riften, en Whiterun, en Windhelm. Oh, dat herinner ik me nog wel. Maar kijk, je moet hier niet de kip doodmaken. Wacht, wat? Ik laat je even zien waarom. Kijk, hij is nu aan het quicksave, oké? Okay? Oh, er spannen even in de mensen. Kijk, als je de kip hier dood maakt. Iedereen is boot. Kijk, zie je, maakt hier de kip dood. Iedereen verliest de shit. Iedereen verliest de shit gewoon. Serieus, je maakt één fucking kip dood. Ik bedoel, re-fucking-ly. Oh, daar is ook meteen die blacksmith man. Nou, nice to know you. Ralph is... ja, nee.
Alright, let's go. Death awaits you. Doe dat zo. Oh, oké, ik ben dood. Nou. Oké. Dat is dus wat gebeurt als je de kid dood maakt. Hoop je dat? What the fuck? Nou ja, dus dat wat hebben we daarvan geleerd. Maak niet de kip dood. De kip, of nee, niet de kip. De kip is niet echt, Oh, hallo. Wat heb je mooi oog. Ain't every day we get visitors in Riverwood. Kijk, Hadvar said. Laten we die maar kiezen. Hadvar? How do you know him? Kijk, ja, hij is een vriendje. I'd be glad to help a friend of Hadvar. But you didn't answer my question. How do you know him? Kijk, What? A dragon? Helgen? Earlier, flying down the valley from the south. I was hoping I was wrong about what I thought it was. Mooi. We need to get word to Jarl Balgruuf in Whiterun to send whatever soldiers he can. Okay. If you'll do that for me, I'll be in your debt. Okay, perfecto. Wacht, ik moet wel even het geluid fixen, want het is nu best wel irritant. Audio, maar dit is alleen, ja, dit is alleen maar zeg maar de... Weet je, dit is alleen maar de, het, zeg maar het volume zelf en niet wat mij zo irriteert. En dat is... Kijk, en dit boeit volgens mij echt helemaal niks. Nee, dit is wel mooi. Kijk, de subtitles zijn wel, zijn pittig handig. Kijk, het tab, volgens mij, ja. Gameplay. Save on character menu. Dat we om 10 minuten doen, 7, bla bla bla. Difficulty. Adapt. Ja, dat is gewoon gemiddeld volgens mij. Look sensitivity, invert Y. Ik laat sensitivity een beetje mogen gooien. Oké. Dat is perfect. Perfecto. Waar de fuck moeten we nu naartoe? Al voor een secret house. Oké, laten we dit doen. Ik stil niks, oké? Ik stil niks. Je ziet niks, ik ben er niet. Ik neem niet je eten meer. Ik neem niet je eten meer. Daar is brood. Snowberries. Wat zag ik nou? Tomaat. Nee, tomaat, ik bedoel potato. Potato. Oh. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Ik heb niet jullie eten gestolen. Ik ga me even snel weg. Oké, wel snel. Doei. Ik heb niet jullie eten gestolen. Dat weet iedereen toch? Kijk, M was map volgens mij. Ja, M is map. Kijk, ja, dat weet ik. Talk to the Jarl of Whiterun. Ja, Whiterun, dat weet ik nog wel. Dat ze pokken en lopen. Daar weet ik nog wel. Dus maar alles wat ik nog weet van dit spel is dat dat ding is een pokken en lopen is. Als er iets is dat ik heb geleerd? Wow. Het valt eigenlijk nog redelijk mee. Oké, waarom moet ik Whiterun? Die kant op. En nou, daar had ik veel aan. Laten we dit pad nemen. Dit pad ziet er legit uit. Jee, ik ren. Ik ren echt als de wind. Ja, godverdomme, heb ik dat liedje van een vlieger zo in mijn hoofd. Dat zong Nigel een keer. Maar vlak voor het opnemen van... Oh, god, wolf. Ja, ik vlieg. Je als een vlieger door de lucht, na 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 na. Ja, ik vlieg als een vlieger door de lucht, da 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 da. Wow, oh, wat een kutnummer zeg. Dat hebben we allemaal achter dat Nigel flikker is, omdat ik het liedje nu in mijn hoofd heb. Want ik vlieg. Oh god. Ik vlieg! Vlieg als een ouw. Dat is eigenlijk geen damage, maar het zag best pijnlijk uit. Ja, ik ren als de wind. Na na na. Na na. Wat maakt me niet uit wat je ervan vindt. Vindt. Want ik ren nog steeds door. Door. Plagia. Plagiaat. Plagiaat, boerderij. Nee, ik ga niet eens in het huis. Kan je überhaupt in het huis? Nee. Die, daarom ga ik niet in het huis, omdat het niet kan, basically. Maar mainly omdat het niet kan, maar ook omdat ik
het gewoon niet wilde, oké? Even kijken, wide runs, die kant op. Had ik niet verwacht. Het is echt niet zo heel erg lang lopen als je dat zou verwachten. Even kijken. Oh, dit ken ik nog wel. Er was hier een keer een battle tussen de Imperials en de Stormcloaks. Dat weet ik nog wel. Ik deed hier zeg maar alle side missions. Maar dat is de enige side missions die ik echt deed. Dat waren die in wide run hier. En waarom is dat ding zo eens met texture? Wacht, op welke setting staat de display? Display, brightness zo goed. Kijk, waarom staan hier geen... Nee, dat is een beetje te bright. Dit vind ik wel een stuk beter, maar... Ja, dat maakt niks uit. Ja, dit heeft een beetje aids. Vooral omdat ik het heb gedownload, dat heb ik al uitgelegd. Ik heb gewoon geen zin om, zeg maar... Ik heb hem voor de PS3, heb ik hem al legit gekocht. Dan moet je maar gewoon van me aannemen. What the fuck? Halt. Oh, city is closed with the dragons about. Official business only. Ja, ik ben heel officieel. Stand aside or else. Nee, we gaan hem persuaden. But we'll be keeping an eye on you. Heb je een oogje op mij? What the fuck, man? Dat is gay. Rustig. Oké. Ook mijn leuk en music maar. Oh, dat weet ik nog altijd wel best leuk. Maar dan kan je echt poisons en potions maken. Dat is, wat kan er misgaan? Net als Minecraft, toch? Van alles blijven vergelijken met Minecraft en dan echt wel super veel views, weet je wel. Dat is gewoon populair, Minecraft nu. Dus ja. Dat is alleen wat coole kinderen doen. Oh, vrienden, Assassin's Creed. Gestolen van Assassin's Creed, oh my god. Oh my god. Dat is echt niet normaal. En ja, ik loop door de stad van Whiterun. Ja, dat is heel gezellig, ja. Oké, ik moet echt stoppen met zo'n liedje zingen, want echt een kutnummer. Kijk, maar dit herinner ik me nog allemaal gewoon lekker in Whiterun. En dat ik vroeger echt altijd... Met vroeger bedoel ik toen het spel voor het eerst speelde en dat is toen het uitkwam zo'n beetje. Volgens mij een maand nadat het was uitgekomen speelde ik het. En rustig, oké, doe rustig. Oké, wapen zeg, rustig. Doe rustig, oké. Uit bij die moeder. Well, that explains why the guards let you in. Come on then. Oh ja, nu opeens wel, hè? Als eerst. Zeker dat ik niet groen ben, hè? En wat jij dan doen, hè, dikzak? Hey, ja, ik heb het tegen jou, dikzak. Beetje biertje drinken of zo, jezus man. Doe je toch niet zomaar? So, you were at Helgen. You saw this dragon with ja, your best own wel, eyes. Ja. Oké, wat is dit? The great tool. Ik vind deze wel mooi. I should have guessed Ulfric would be mixed up in this. What do you say now? Dat vind ik wel een mooie optie. Continue to trust in the strength of our walls against the dragon? Nee. My lord, we should send troops to Riverwood at once. Ik denk. In the most immediate danger. Oh, hij praat dus al. Oh, dat is Edile. Maar wie is dit dan? Nu, wie is dat dan? I'll not stand idly by while a dragon burns my hold and slaughters my people. Wie is dit? Dat is Edile. Oh, dat is Provento Savarici. Oh, hi. Nee, maar Edile is wel best wel cool. Edile. Oh. Lol. Well done. You sought me out on your... Here, take this as a small... Ooh, armor. Here's another thing you could do for me. Come, let's go find Faringar, my court wizard. What would you have me do? He's been looking into a matter related... Oh ja, we moeten naar die wizard. Maar eerst wil ik even mijn nieuw armor checken. Volgens mij doet echt niks. Kijken. Nee, het maakt toch niks uit, maar ik vind deze wel cool. Oh wow, deze is ook een stuk meer waard. Dit is nog een aan gewoon voor swag. Oh swag delicious. Je bent een swagger ding. Je bent zo hate.
Oh, dat pijlstuk. Oh, daar moet ik. Wee! Hey, hoe gaat het? Varengar, geheim vuur. Hoe gaat het? Ik sta op je tafel. Ik ga je tafel teabaggen. Bitch. Ik ga je bord ga ik teabaggen. Bitch. Fuck jou. Hoe gaat het? So the Jarl thinks you can be of use to me. Oh yes, he must be referring to my research on dragons. Yes, I could use something. Okay, well, ok. When I say fetch, I really mean delve into a dangerous ruin in search of an ancient stone tablet that may... Straight to the point, eh? No need for tedious hows and whys. Nee, natuurlijk, je moet me gaan inflikken. Those details to your betters, am I right? Krijg. I learned of a certain stone tablet said to be housed... Bla 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 bla, oké, dat gaan we dan wel doen, denk ik. This tablet, no doubt interred in the main chamber, and bring it to me. Simplicity itself. Oké, moet lukken. Ik vergeet het dat tap zeg maar het alles afsluit in plaats van ask. Want ja, ik heb het nooit gespeeld op de PC, zoals ik had gezegd. En ik koop Combat of his dagger sheets weapon. Oké, dus als je wapen weg doet, dan stoppen die misschien met weg. Dat is best lief. Best aardig van. Oeh, ik ren in de lucht, bitch. Kan jij rennen in de lucht? Dacht het niet, dat dacht ik al. Ja, al die mensen hier is een beetje crazy, weet je wel. Een beetje crazy. Ik weet nog dat ik hier een keer een huis ging overvallen. Ik had één iets gestolen of zo. En toen kwam er een guard binnen uit het niets. Serieus uit het niets. En toen, ja, het ging shit niet echt heel goed. Kort gezegd. Maar to make a long story short, het ging niet heel erg perfect goed. Maar ja, dat gaan we dus even lekker niet doen. En we gaan gewoon even lekker... Wacht, kan ik een pickpocketen? Nee, je kan wel kijken wat hij in zijn... Je kan wel kijken wat hij heeft, maar dat maakt niet uit. Je kan gewoon zijn broekzakken gaan graaien. Als je hem niks meeneemt, dat is het probleem. Je hebt best wel een Imperial bow. Might get nervous, a man approaches with his weapons drawn. Ah nee. Kijk, wacht, hier zijn nog niet... I took an arrow to the knee, toch? Trouble? Be thinking of set iron sword, Helge. They say all staying out of... I used to be an adventurer like you. Then I took an arrow in the knee. I used to be an adventurer like you. Then I took an arrow to the knee. Dat is echt een van de bekendste quotes van het hele spel. Dat is gewoon... Maar iedereen die kent Scharge dacht... Hey, heb je gehoord van Skyrim? Dat was het spel met die... die pijl in te nemen. Pijl is ik niet. Ja, dat is die. Everything all right? Pigs? No, that iron sword. No, lollygagging. You should try steel. Je moeder is aan de pen en de pen. Ik weet niet wat je zei. Ik ben best goed in Engels, maar ik verstond het gewoon niet. Two handed weapons do more damage than one handed weapon. Oké. Okay. De laadschermen gaan te snel, dus nu kan ik de tips niet lezen. Dat is echt een first world problem. Mijn computer is veel te snel. Voor het laden, dus dan kan ik de tips niet lezen. Probleem. Kijk, we gaan even iets spannends doen. Oeh, die man moet er eigenlijk best leuk uit. Waarom heb ik überhaupt Sparks? Dat is echt niet de beste. Nou ja, weet je wat, gaan we even in doen. Sparks is eigenlijk best wel een leuk enchantment. Ik vond het vroeger zo leuk om Foes Rodaat te doen, hè. Dus het begint met Foes. Maar je moet alle drie de scrolls moet je vrijspelen. Dus het begint met Foes. Dan krijg je rood erbij. En dan krijg je Foes Rodaat! Oh, hoi. Dan niet. Ik wil een boog. Volgende aflevering gaan we een boog kopen. Nee, ik denk niet eigenlijk volgende aflevering. Ja. Dat is de bedoeling. Deerhide. Oh, waarom heeft hij geld bij? Godfuck. Small antlers en oeh, venison. Venison, dat is gewoon vleesjes. Kijk, hier is volgens mij de allereerste dragon kill. Voor zover ik weet. Voor zover ik me nog kan herinneren. I mostly ja, fuck off. Kijk, ik zoek nu vooral die deerhides. Ze zijn best veel waard en gold. En die, dat vlees kan er ook nog wel bij. Hoe meer vlees, hoe meer vreugd. Toch? Ja, kijk, dat dacht ik al. Je bent ook een vleeseter, behalve als je vegetariër bent. Dan ben je geen vleeseter, maar... Well, dan ben je het waarschijnlijk ook niet met me eens over die quote van net meer vlees en meer vreugd, maar oké. Okay. Ik ken maar één vegetariër.
1. Oh god! Jezus man, ik schrik me echt een fucking tyfus. Doe normaal man. Ik schrok echt eventjes. En oh, is de tijd nu om? Jezus man, 20 minuten gaan echt snel als je Skyrim speelt. Wat alweer, dat zijn alweer 2 afleveringen. Ik heb vanavond 2 afleveringen opgenomen. Ik vind het mooi. Het is vandaag donderdagavond. Dat wordt waarschijnlijk geüpload op. Ik heb geen idee wanneer. Oh god, nee, nee, nee. Nee, 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 doe me niet. Jezus man, ik loop zo zo'n giant ding in. Ik weet niet of giants meteen aanvallen als ze je zien, maar volgens mij niet eigenlijk. Ik weet niet of ze vallen je gewoon aan of ik was zo dom ze aan te vallen. Want ik weet nog dat ik een keer in een gevecht was met een giant en dat liep niet goed af. Laat het daarop houden, oké? Okay? Het liep niet zo goed af. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, rustig, oké? Okay? Oké. Okay. Kijk, waar de fuck moet echt ook heen? Map helemaal daar naartoe, jezus man. Bleak bed bevels iets. Oké, okay, rustig even, ik word waarschijnlijk gewhatsappt ofzo. Die is een populaire boy. Nou, waarschijnlijk is het gewoon in het groepsgesprek van onze hele klas. Het is best gezellig. Ja, je wordt meestal echt doodgespamd met berichtjes, maar het is best gezellig. Voel je minder lonely, toch? Ja, dat dacht ik al. Oké, okay, rustig. Oh, is dat een draak? Nee, het is een vogel. Het is maar een vogel, het is maar een vogel. Wat is dit? Wat is dit? Frame rate drop, dat is wat dit is. Really? Oké, 18 FPS. 20 FPS, really? 7, 6, 5. Stoppen. Ja, dat is waarschijnlijk een beetje moeilijk om te processen voor mijn computer. Eigenlijk niet echt, want ik heb best wel een goede computer. Ik weet niet hoeveel, maar heeft volgens mij 12 GB RAM i5 processor, dacht ik. Zou eigenlijk geen probleem moeten zijn. Zou... Oh god! Hey, 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 rustig! Oh nee, waarom krijg ik nu weer frame rape? Serieus, ik raak echt niks. Mijn god zeg. Wat doe je, just a scratch, werd? Je stond onder fucking elektriciteit. Even je lichaam zoeken. Hey. Oh, ga maar dood, dan kan ik je spul nemen. Zo denk ik ook over jullie. Serieus. Ik wil jouw boog. Hurra, je moeder weg. Waarom krijg ik nou weer nu een frame rape? Toch leuk om te zeggen frame rape. Arrows neem ik mee, die neem ik mee. En je longbow neem ik mee. You mad? Oké, okay, goed zo. Fuck jou. Oh, oh, zwart, oeps. Oh, dat houdt dus in dat de laatste enemy van hier was. En even kijken, ik neem even ook jouw arrows mee. En je gold. En de rest niet. Kijk, nee, ik wil eerst even de bow equipen en dan gaan we weer weg. Ja, dan, nee, dan gaan we niet hier weg. Dan gaan we gewoon... God, zijn we nu de boog, toch? Oh, dit gewoon slaan met de boog, toch? R. En dit gewoon aan van de shit. Zo, wat doe ik? Oké, wat doen we? Oké, okay, we springen gewoon naar beneden. Dat kan er misgaan, toch? Even kijken, we moeten die kant... Volgens mij loop ik echt helemaal de verkeerde kant op. Maar er maakt niks uit eigenlijk op dit moment. Oh my god. Meen je die? Really? Really? Oh, zucht. Ben ik helemaal... Oh mijn god, ben ik helemaal hier. Verdomme zeg, weet je wat, laat ook maar. Bedankt voor het kijken, ben net al even hebben de boep. Volgende aflevering zorg gewoon dat ik daar begin en dan nee. Beginnen we daar, dat is basically wat ik zei net. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken naar de aflevering. Vond je deze video leuk? Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Abonneer als je dat niet hebt gedaan. Bedankt voor het kijken naar de aflevering. Tief top! Serieus, maar ja, bedankt voor het kijken naar de aflevering. Tot de volgende aflevering. Doei!